Morning, morning, morning. Ik ben wakker geworden met dit deuntje in mijn hoofd. Denene, nenene, 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 nenene. En het laatste deed me denken aan James Bond, maar dat is hem dus niet. En Stefan en ik waren echt een half uur bezig met, wat is dat deuntje nou, wat is dat deuntje nou, het komt zo bekend voor. Als jij weet wat het is, kom hem dan hieronder. Ik ga het pas later in de vlog vertellen, want het heeft even geduurd voordat wij erachter kwamen. En ik wil dat je er even over nadenkt. Ik heb nu bananenpannenkoeken, lauwwarm citroenwater, nog een glas water en dan pas ga ik die pannenkoeken eten. We gaan over een uurtje naar Nadine en de kindjes. Charlene en Shalia die zijn jarig geweest terwijl wij op vakantie waren. Dus dat gaan we vandaag vieren. Ik haal zo even de cadeautjes voor ze. En dit is wat ik aan heb. Ik heb een kantentopje. Deze is van de H&M. Oude collectie. Daaronder heb ik een culotte aan. En mijn bootsies met sokken. Een beetje een soort van skater meets princess stijltje ofzo. Ik had aan Nadine eventjes gevraagd wat de meisjes willen hebben. En ik had het kunnen weten. Kan jij het raden? Iets van Frozen. Uiteraard. Tenene. Tenene. We moesten hier om 4 uur zijn. Het is kort voor 4. Woehoe! Betekent wel dat Nadine nog niet thuis is, maar who cares? Wij zijn op tijd. Kijk eens wie we hier hebben! Yay! Twee meisjes die jarig waren. En ze krijgen nu cadeautjes. Ieder een wat kleiner cadeautje. En dan hebben we zo meteen nog een grote voor jullie samen. Oké, pak maar uit. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Kijk, ik heb een tasje liggen. Ja, die kunnen jullie zelf dan zeg maar inkleuren. En dan hebben we hier nog een grote voor jullie samen. Pak maar samen uit. Het is voor jullie samen, hè? Die is voor jullie... We kunnen zijn hoofd erin zetten. Die is voor jullie samen. Nou, weet je wat je hiermee kan doen? Je kan hiermee ijsjes maken. Wat? Ken je slushies? Ken je slushpuppies? Dat kan je hiermee maken. Kijk maar. Wacht even. Hier zo. Hier, kan je slushpuppies mee maken. Maar met wat dan? Met Olaf. Kijk, dan komt het hier zo in zijn buikje, komt dit eruit. Hoe cool is dat? Vinden jullie het leuk? Ja. Ja? Gaan we straks een slushpuppy maken, denk ik. Kijk dat! Wat een snel! Kijk! Zo lekker zacht! Wow! Wow, dit is echt vet cool! Kijk dat! Dit is echt cool, joh! Kijk dan, kijk dat gezichtje! Dit is echt super cool! Kijk hoe groot het is! Boom! Met water? Wat? Dit is echt leuk! Kijk dan! Nee, het gaat gewoon niet stuk. Ja, die, daar ben ik wel bang voor. Oh, het is echt leuk! Mag ik heel even, mag ik voelen? Cherry? Ja! Oh, dit is leuk! Wat? Ja, die? Deze ben ik echt bang voor. Maar volgens mij is het best wel stevig spul. Ja, kijk maar! Kijk! Nee? Kijk! Kijk dan! Ja, ze zijn... Kijk wat ze aan het doen zijn. Kijk, hier! Als hij stuk gaat, dan is hij stuk, hè? Wee! Wat? Oh, ze zijn echt stevig, joh. Kijk dan. Wat? Dit is echt dope. Wat? Je kan er gewoon voetbal mee spelen. Wat? Ja. Wat? Ik wil ook. Ik wil ook. Ik wil ook. Kijk hoe cool. Dit is echt tof. Je kan deze meteen halen. Ja, ben je er blij mee? Ja. Oh, dat voelt volgens mij vet lekker. Mag ik proberen? Oh, dit is lekker. Wee! En dan zal je net zien dat hij net stuk gaat. Wat? Ik kan niet dit is echt cool. Ach, gossie. Dat is echt heel sneu. Hij is geknapt. Ze hadden er superveel water in gedaan. Ach ja. Deze zit op de intensive care. Die heeft een gaatje. Daar zijn ze nu plakband op aan het plakken. Kan volgens mij nooit helpen. Maar oké. Okay. Nee, dat gaat echt niet helpen. Kijk maar, het water loopt er gewoon uit. Ach, gossie. Net als in de tekenfilms dat het water er echt zo uitkomt. Dit is echt heel grappig. Waterfonteintje. Ja, waterfonteintje. Kan je... Nou, niet drinken, maar...
is wel heel grappig. Kijk dan. Oh, je kan nog wel. Oh, je kan hier een leuk spelletje mee doen. Dat je hem heel snel weg moet schoppen en zo. En dat je anders heel nat wordt. Als je nat wordt, het is toch lekker weer. Doe maar. Dat vind je wel leuk, hè? Ja. Oké. Zullen we kijken of het goed gaat? Wacht, stop eens. Stop eens. Kijken of we iets van slush hebben. Openmaken. Hebben we iets van slush? Nee. Oh, dat is wel een beetje triestig. Kleurstof misschien? Nou zeg, wat een deceptie. Het werkt gewoon niet. Dus de Olaf Slushy Maker werkt gewoon niet. Kijk nou hoe schattig. Dat je dus gewoon hier schaafijs moet hebben in zijn buikje. En het werkt gewoon niet. Ja, dit ga ik dus terugbrengen. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Hey, ik ben zo dichtbij, man. Het is gewoon leuk om jou te pesten. Hallo. Hallo. Hi. En Nadine die is Tillo aan het maken. Ja, maar dit is uitgebreider, hè. Dit is de VIP-versie. Nadine heeft de ultieme trick voor goede gefrituurde cassave. Je moet dus een beetje water op de bodem hebben, zodat die wit is. En als je hem dan frituurt, waardoor het echt overal spettert, want er gaat dus water mee, dan wordt die nog lekker gewoon zo juicy van binnen. Ja, yes, toch? Ja. Oeh, wauw. Kijk deze perfect gefrituurde cassave. Ze gaan mij leren hoe je een... Wat is het? Zelfslag moet doen. Dit is geen handstand. Wat is het nou? Ratslag. Oh, ratslag. Okay. En de adabier en nee. Ook nog de brug. Nee. Oké, laten we beginnen met de ratslag. Oké, laat ik het eens met links proberen. Nee. Wacht. Nee, met links kan het echt niet. Nee, ik kan het wel met links. Kun je het ook met links? Meer yoga doen. Het is tijd voor een kleine turnshow. Oké, Shalia, zet hem op. Oeh, Shelly, kijk uit. Dat is 1. Oké. Okay. Ja, in de brug en dan weer de andere kant op. Ja, dat vind ik echt tof. Wauw. Ik ben ook Helene. Wat kan ik er ook weer met jij helpen? De Lotus. Oh yes, het is feest! Woehoe! Dit is de Stello. Dus gefrituurde cassave samen met bakkeljauw. Maar Nadine heeft er een VIP-versie van gemaakt met kousenband, de... Hoe heet het nou? Nee, die groente. Hoe heet het nou? Stello. Gomawiri. Ja, gomawiri. Gomawiri. En de pompoen en de gebakken banaan. Oh, oh, oh. Wat gaan wij smullen? Doei, Sherry. Welterusten. Ja, jij mag ook. Doei, doei. Ik word altijd heel enthousiast als we in de auto op de terugweg zitten. En dan hoor je allemaal leuke muziek en la la la. Maar als we dan terug gaan naar huis, dan word ik altijd heel moe. Dus dan zeg ik eerst heel enthousiast, ja, kom, we gaan uit. En dan gaan we naar huis en dan denk ik, nee, ik ben moe. Dus nu zijn we gewoon direct doorgereden en we gaan even kijken of we nog ergens een leuk feestje kunnen vinden. Het is ongeveer 3 uur en we hebben toch nog een pizza gehaald. En we gaan een afleveringtje Big Bang Theory kijken. Ondanks dat we heel moe zijn, maar ja, weet je, is ook leuk. Wow, ik ben echt kapot. Ik viel net al in slaap tijdens het kijken van Big Bang Theory. Ik ga snel slapen, maar voordat ik ga slapen beantwoord ik nog snel een vraag. De vraag die ik ga beantwoorden is, welke app gebruik je voor je draaiboek of voor je to-do-lijst? En dat is eigenlijk gewoon de standaard van de iPhone. Die vind ik heel fijn. En die heb ik op reis eigenlijk ontdekt, omdat je daarvoor geen internet nodig hebt of iets dergelijks. Mocht je bijvoorbeeld Android hebben of zo, dan zou ik bijvoorbeeld Evernote ook wel aanraden. Die vind ik zelf ook wel fijn werken. Maar daar heb je weer internet voor nodig en dat vond ik op reis niet zo heel chill. Dus, mocht je zelf een vraag hebben, stel hem dan hieronder in de comments. Mocht je door de comments scrollen en een vraag zien die je heel graag beantwoord wil zien, steek dan een duimpje omhoog en dan kies ik de vraag uit die jullie heel graag beantwoord willen zien. OMG, dit is een ijsstad. Dit is een ijsstad in China. Bucketlist, bucketlist, bucketlist alert. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren om morgen weer mee op pad te gaan. Ik zie je morgen weer als je geabonneerd bent. Welterusten.